Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb weer de gelezen boeken voor jullie. Het zijn de boeken van november die ik met jullie ga bespreken. Ik besef me ook ineens dat dit de allerlaatste boekreview video van het jaar is. Ik kom gewoon met deze serie ook weer terug in het nieuwe jaar. Maar ja, ik begin dan met de boeken van december, omdat ik dat nu natuurlijk nog niet kan doen. En dan vind ik het eigenlijk ook wel even leuk om terug te kijken hoeveel boeken ik nou daadwerkelijk in een jaar heb gelezen. In de maand november waren het 6 boeken die ik heb gelezen. Dus ja, ik ga je vertellen welke boeken ik heb gelezen en wat ik ervan vond. Dus mocht je daar benieuwd naar zijn, zou ik even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Het eerste boek wat ik heb gelezen is het boek Geluk bij een ongeluk, geschreven door V.K. Land. Dit boek gaat over Rachel Martin en zij is met haar vriendinnen op stap. En ze staat eigenlijk in de rij van de toiletten en daar komt ze een knappe man tegen. Die loopt eigenlijk voorbij. En zij denkt dat die man recent het hart van haar beste vriendin heeft gebroken. Ze spreekt deze man ook gelijk aan. Ze werpt hem een paar vuile blikken toe. En ze vertelt hem eigenlijk wat voor schaamteloze rotzak hij is om haar vriendin zo in de steek te laten. Deze man lijkt het eigenlijk allemaal gewoon heel erg grappig te vinden wat zij naar hem roept. En dat maakt Rachel eigenlijk alleen maar bozer. Dan vindt ze toch haar vriendinnen weer terug en dan komt ze er eigenlijk achter dat ze zich heeft vergist qua man. En dat ze net een wildvreemde de huid heeft volgescholden. Ze schaamt zich eigenlijk daar heel erg voor en ze besluit dan ook om naar huis te gaan. De volgende ochtend begint Rachel met volle goede moed aan haar eerste dag als onderwijsassistent. En dan ziet ze haar nieuwe baas. En niks is minder waar. Dit blijkt de knappe man te zijn die ze de vorige avond tegenkwam. Nou, dit zorgt er voor best wel veel gedoe natuurlijk. En ja, uiteindelijk blijken ze elkaar toch wel leuker te vinden. Dan dat ze willen toegeven, maar dat kan eigenlijk allemaal niet, want hij is haar baas en hij gaat haar op een gegeven moment ook zelfs helpen met haar adviseren bij de studie. Hij komt ook best wel vaak langs, ze heeft nog een bijbaan als serveerster in een soort kroeg, restaurantje, meer een kroegje. Daar komt hij ook best wel vaak. Maar hij wil zich eigenlijk ook niet binden, want hij heeft zich in het verleden heeft hij wel eens de fout gemaakt om dus wat te beginnen met een stagiaire. En dat wil hij eigenlijk ook niet meer. Maar elke keer blijven hun paden zich toch kruisen, ook naast het werk. Dus de grote vraag is, komen ze bij elkaar? Ik heb genoten van dit boek. Ik vind de boeken van V.K. Land sowieso heel erg leuk. Ze lezen lekker makkelijk weg. Er zit humor in waar ik af en toe ook wel echt om kan lachen. Dus ik vond het echt wel een aanrader. Het volgende boek wat ik heb gelezen is het boek Toeval, geschreven door Suzanne Musquet. Ik moet ook zeggen dat de volgende boeken alleen maar van haar zijn. Dit komt omdat deze ook uit een reeks komen en daarnaast had ze nog een reeks die ik ook heel interessant vond. Dus die heb ik daarna ook gelijk gelezen. Het boek Toeval gaat over het leven van Roos van Vlieren. Haar leven gaat eigenlijk ook over rozen. Zij werkte in de uitvaartbranche. Haar vader heeft, heeft een uitvaartonderneming en daar is zij eigenlijk ook zo ingerold. Haar moeder is overleden en ja, zij werkt samen met haar vader en een hele goede vriendin van haar moeder werkt ze dus bij deze uitvaartonderneming. Ze is eigenlijk wel altijd aan het werk en haar liefdesleven is wel eigenlijk een beetje doodgebloed, om het maar zo te zeggen. Ze besluit dan eigenlijk weer een keertje op date te gaan. Ze heeft iemand ontmoet via een app. En ze hebben afgesproken in een restaurant. En zij zit daar maar te wachten. En haar date komt niet opdagen. De ober die wordt zelfs op een gegeven moment een beetje geïrriteerd. Want ze houdt maar een tafeltje voor 2 personen bezet. En haar date komt toch niet. Nou, ze besluit dan eigenlijk om toch maar te vertrekken. En ze gaat eigenlijk gelijk rechtstreeks naar haar buurvrouw toe, die ook haar beste vriendin is. En ze stort haar hart uit en ze gaan aan de alcohol. Dan stuurt deze jongen een app, een berichtje naar haar terug. Ja, ik zie het eigenlijk toch niet zitten om te daten, want jouw beroep heeft mij een beetje afgeschrikt, zeg maar. Dus nou, ze is er helemaal klaar mee.
Totdat haar onderbuurvrouw komt te overlijden. Dit is mevrouw Roelofs. En daar ging ze regelmatig op de thee. En daar liet ze ook het hondje wel eens vooruit samen met wat andere mensen uit hetzelfde gebouw. En het overlijden van deze mevrouw komt ook best wel onverwachts. Ze laat haar 10.000 euro na. Maar er zit een voorwaarde aan. Ze moet met haar kleinzoon Jurre 5 keer op date gaan. En, want deze mevrouw Roelofs is er heilig van overtuigd dat Jurre en Roos heel goed bij elkaar zullen passen. Vals spelen kan niet, want alles is geregeld. Maar hoe overleef je een date met 5 dates met iemand die je niet mag? Want deze leuke Jurre blijkt dus haar date te zijn uit dat restaurant. Die dus niet is opkomen dagen. Dus hoe dit verder gaat, dat heb ik in het volgende boek gelezen. En daar gaan we nu gelijk naar door. Het volgende deel uit deze reeks, ook geschreven door Suzanne Musquet, is het boek Toekomst. Inmiddels gaat de vader van Roos met pensioen, want hij gaat eindelijk zijn gedroomde wereldreis maken. En Roos neemt dus het familiebedrijf over. Ze heeft eigenlijk best wel grootse plannen met de uitvaartonderneming. Ze wil eindelijk ook de boel gaan digitaliseren, want haar vader hield alles nog in mappen bij. En nee, ze is daar een beetje klaar mee, dus ze gaat de boel digitaal doen. En dan gaan ze naar een uitvaartbeurs en komt ze haar jeugdliefde Daniel weer tegen. Alles valt eigenlijk op zijn plek, want Daniel is de eigenaar van een goedlopend IT-bedrijf. En hij is daarmee de persoon die haar kan helpen met het digitaliseren van de administratie. Ze twijfelt eigenlijk wel of het samenwerken zo goed gaat. Want de dates met Jurre die leken helemaal niet goed te gaan. Maar het heeft inmiddels zo'n wending gekregen dat ze er echt achter zijn gekomen dat ze bij elkaar passen. En dus toch een relatie zijn aangegaan. Dat is allemaal ook best wel... dat komt een beetje raar over naar het reviewtje van net wat ik heb verteld. Maar dat ging ook allemaal een beetje in heel snel treinvaart, zeg maar. Het was eigenlijk vrij snel dat ze toch tot de conclusie kwamen naar die 5 dates van... oh, eigenlijk hebben we het toch wel heel leuk samen. Roos besluit dan toch in zee te gaan met Daniel en ze duiken dus samen in de administratie en er lijken dus steeds minder dingen te kloppen rond deze uitvaartonderneming. De enige persoon die haar opheldering hierover kan geven is haar vader en die zit in Australië waar ze bijna geen contact met deze kan krijgen. Dus... ja, het is echt wel heel erg spannend wat er allemaal gaande is. Ik ga je ook niet vertellen wat er allemaal met die administratie aan de hand is. Het heeft echt een hele spannende wending. En ja, ik vond dat echt wel heel erg mooi. Het laatste boek uit deze reeks is het boek Toegift. Dit laatste deel draait heel erg om de mysterieuze uitvaart van een bekende zangeres, Jenny Jones. Roos heeft vroeger bij haar op school gezeten en ze hebben dus best wel wat tijd samen doorgebracht. Alleen deze Jenny die is op een gegeven moment van school gegaan, want zij wilde dus echt gewoon een beroemde zangeres worden en dat heeft ze dus gedaan. Daardoor zijn ze het contact een beetje met elkaar verloren. Totdat de manager contact met haar opneemt dat zij is overleden en dat er in het testament staat dat Roos die uitvaart moet gaan regelen. Jenny is omgekomen door een noodlottig ongeval in Amerika en ja, daar is ze dus mee bezig met deze uitvaart. Daarnaast komt ook haar vader terug uit Australië en die is niet alleen, want... ja, die heeft daar iemand ontmoet die Roos al kent. Zij heeft deze mevrouw ontmoet bij het wekelijkse zwemmen. En die ging dus ook een reis maken door Australië. En die is haar vader tegengekomen en dat bleek dus heel goed te klikken. Ja, de vader van Roos heeft natuurlijk nog heel veel aan Roos uit te leggen. Want ja, wat is er nou met die administratie aan de hand? Privé heeft het ook best wel druk, want Jurre heeft nog een zus, dat is Fien. En die staat ineens bij hun op de stoep, want die is weg bij haar partner en heeft op dat moment geen baan en ook geen huis meer.
Jurre is daar eigenlijk totaal niet blij mee. Ze logeert daar ook een tijdje. Maar het boot het eigenlijk niet zo heel goed tussen die twee. Ze zijn ook opgevoed door hun opa en oma, want hun ouders zijn bij een ongeluk om het leven gekomen. En dat is ook niet al te gezellig. Het laatste boek geeft heel veel antwoorden op je vragen die je kunt hebben. Het heeft ook echt hele bizarre wendingen. Dus mocht je ook van Nederlandse schrijfsters houden, deze boeken spelen zich af in Nederland, is het zeker een aanrader om deze boeken te lezen. Want ik vond ze echt heel erg mooi, deze hele reeks. Het volgende boek wat ik heb gelezen is wederom van Suzanne Musquet. En dit boek heet Scones and Spotlights. Dit is het eerste deel van deze reeks en dit boek gaat over Cleo. Haar leven gaat eigenlijk wel een beetje zijn gangetje. Ze is pas 21 jaar, ze heeft een leuke baan. Ze werkt bij de Rolling Scones. Het is een café of koffietent, maar dan op rolschaatsen. Daarnaast doet ze ook aan yoga. En bij de yogales komt ze eigenlijk een jongen tegen die ze best wel leuk vindt. Deze jongen heet Sjoerd en ze merkt eigenlijk dat ze gewoon wel meer dan leuk, hem leuk vindt. Maar ze durft ook niet zo makkelijk op hem af te stappen. Totdat ze eigenlijk heel toevallig elkaar een keer weer bij een supermarkt tegenkomen. En totdat Cleo haar telefoon laat vallen en deze moet laten repareren. En in dat telefoonzaakje werkt Sjoerd. Dat wist zij ook niet. Cleo heeft wel een hele grote droom en dat is om muzikant te worden. Alleen ze heeft deze droom ook een beetje aan de wil gehangen, want ze is afgewezen voor het conservatorium. En ja, daardoor heeft ze eigenlijk haar zelfvertrouwen een beetje verloren in de muziekwereld. Totdat een vriendin van haar, Sophie, een video van Cleo online zet terwijl ze een karaokeavond hebben. En deze video gaat compleet viral. Ze wordt dan ook gescout voor een talentenjacht en dit lijkt de kickstart van haar carrière te zijn. Het is eigenlijk de big break waar ze zo op hoopte, alleen het voelt voor Cleo niet zo. Ze heeft namelijk bijna geen vrije tijd meer. Er worden vanuit het programma heel veel dingen aan haar opgedragen wat ze moet doen. Ze moet zoveel Instagram posts per week plaatsen. Daardoor... is ze een beetje beginnend aan het daten met Sjoerd, wat ook niet echt lekker van de grond komt, omdat dus haar leven helemaal opgeslokt wordt voor deze talentenjacht. En de grote vraag is dus, kan ze dit aan in haar leven of is dit toch te veel van het goede? Heel mooi boek, ik heb er heel erg van genoten. Ik vond hem, op Nederland speelt wederom zich in Nederland af, dus echt wel een heel erg leuk boek. Dan ben ik toe aan het laatste boek en dat is wederom van Suzanne Musquet. Dit boek heet Polaroids en Poederdozen. Dit boek gaat over de 22-jarige Kim. Zij is terug uit Italië gekomen. Ze heeft namelijk een beetje een nare periode meegemaakt. Ze had een Italiaanse, half-Italiaanse man ontmoet. En die wilde met haar een fotografie tentoonstelling gaan opzetten in Italië. Dus zij is meegegaan naar Italië, maar ze moest daar wel geld voor investeren. Heel veel geld, dat heeft ze gedaan en uiteindelijk bleek deze man een oplichter te zijn. Dus ze komt eigenlijk een beetje berooid terug en heeft helemaal niks meer. Ze wilde daar eigenlijk ook haar afstudeerproject doen, maar dat is dus ook niet meer doorgegaan. Ze is eigenlijk weer 3 maanden dan terug in Nederland. Ze voelt zich eigenlijk nog steeds niet haarzelf. Dan nodigt haar tante haar uit om naar Berlijn te komen. Haar tante woont in Berlijn. Gewoon te kijken of ze het daar een beetje kan vinden. Of ze misschien ook een project kan vinden voor het afstuderen. Kim die wil eerst dat niet aanpakken. Maar uiteindelijk besluit ze toch om het aanbod aan te nemen. En ze gaat dus naar Berlijn toe. Haar tante deelt een... een huis met 3 andere kunstenaars. Haar tante is ook kunstenaar. En ze hebben ieder wel gewoon hun eigen appartement. En
Ja, Kim begint eigenlijk het bruisende stads- en nachtleven te ontdekken van Berlijn. En ze lijkt ook langzaam haar draai weer te vinden. En ze krijgt op een gegeven moment zelfs een baan in een nachtclub waar ze direct naar haar zin heeft. Het is wel voor tijdelijk, want ze vervangt iemand die op dat moment thuis zit met een gebroken been. En dan komt ze iemand tegen die ze kent, waar zij verliefde gevoelens voor krijgt. Dit gaat om Bruce. En Bruce is de broer van een van haar beste vriendinnen. En eigenlijk hebben ze een vriendinnencode afgesproken toen ze heel jong waren. Je mag niet verliefd worden op mijn broer. En daar hebben ze zich eigenlijk altijd aan gehouden. Maar ja, Kim die voelt het toch. Ze besluiten er eerst beide ook om niks mee te doen. Maar het wordt toch steeds moeilijker. Dan komt ook het moment dat ze dat dus aan haar beste vriendin moeten vertellen. Die flipt hem eerst helemaal de pan uit. Maar uiteindelijk heeft ze zoiets van, oké, laat maar. En Kim vindt dan uiteindelijk hier bij Lijn toch een project waarmee ze kan afstuderen. En dat is natuurlijk heel fijn dat ze zo haar leven weer een beetje op rolletjes krijgt. Wederom ook een heel leuk boek. Ja. Het speelt zich in Berlijn, dus af het grootste gedeelte. Ik ben er zelf niet bekend, ik ben er nooit geweest. Dus het zijn ook niet dat ik denk, dit zijn herkenbare punten. Maar ik vond het wel een heel leuk boek. Dan waren dit alle gelezen boeken van november. Het zijn op zich niet hele grote boeken, niet hele dikke boeken zeg maar. Ze lezen ook best wel makkelijk weg. Ik heb er heel erg van genoten. Inmiddels ben ik door de hele reeks van Suzanne Musquet heen. Ja, ik vond het echt fantastische boeken. Ik ben wel benieuwd of jij nog de laatste tijd een mooi boek hebt gelezen waarvan je dacht, dat vind ik echt een aanrader. Of dat je misschien naar aanleiding van deze video zelf een van deze boeken zou willen lezen. Laat het zeker even weten in de comments. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. Als je nieuw bent op mijn kanaal kun je gratis abonneren door op het rondje bij mijn gezicht te drukken of op mijn kanaal zelf. Daarnaast staat ook een belletje en als je die aanklikt krijg je een melding zodra er een nieuwe video van mij online verschijnt. Vond je deze video leuk? Doe even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video weer te mogen zien. Doeg!